Voorzitter, een minister die veel te strenge maatregelen instelt, zal nooit ter verantwoording worden geroepen. Maar een minister die probeert de enorme schade te minimaliseren en daarmee risico's neemt, loopt zelf politiek gevaar. En dat is precies wat er hier aan de hand is. Een lockdown lijkt degelijk leiderschap, maar uiteindelijk is het dat niet. Het is een vlucht in een veilige politieke keuze en de schade van dit gebrek aan leiderschap is gigantisch. En we zouden daar dit kabinet verantwoordelijk voor moeten houden. Voorzitter, de WHO is duidelijk geweest over lockdowns en ik citeer. De WHO adviseert tegen lockdowns als primair middel om het virus te controleren. En het enige moment dat een lockdown te rechtvaardigen is, is om tijd te winnen, zodat je kunt reorganiseren. Maar in zijn algemeenheid adviseren wij tegen lockdowns. Onderzoek in Canada wijst uit dat de schade van een lockdown 10 keer zo groot is als de positieve effecten. En de meest strikte lockdown in Europa en Ierland van oktober tot december heeft gecorrigeerd voor het aantal testen dat werd afgenomen, geen effect gehad op de verspreiding van het virus. Maar de kosten van deze lockdown waren 1,5 miljard euro en een verlies van 150.000 banen. En als het nu allemaal bekend is, hoe is het dan mogelijk dat dit kabinet toch kiest voor een lockdown en niet al 10 maanden bezig is met het opschalen van de zorg? En ik begrijp heel goed dat je niet van de ene op de andere dag IC-verpleegkundigen hebt opgeleid. Maar als je in maart was begonnen, dan was je nu een heel eind op weg geweest. Want wat zegt u nu tegen al die MKB-ondernemers die nu failliet gaan, ondanks de paar duizend euro overheidssteun? En tegen al die duizenden ondernemers die helemaal geen steun krijgen, omdat ze de verkeerde SBI-code hebben, net waren opgestart of niet voldoen aan de MKB-toets? En wat zegt u tegen al die kankerpatiënten die niet behandeld worden? En tegen de mensen die nu geen gebruik kunnen maken van alternatieve geneeswijzen? Wat Forum voor Democratie betreft heffen we de lockdown per direct op. Schalen we de IC-capaciteit op en zorgen we ervoor dat ouderen en kwetsbaren beschermd worden. En laten we ophouden met het vernietigen van het MKB door dit schadelijke beleid. En laten we ook stoppen met het opsluiten van gezonde mensen die geen risico lopen. En geef de mensen hun vrijheid weer terug. Voorzitter, het effect van de lockdown op studenten en scholieren is eveneens catastrofaal. Een studie in de British Medical Journal laat zien dat het sluiten van scholen en universiteiten in aanvulling op zelfisolatie, quarantaine en de 1,5 meter regel zelfs kan leiden tot een hoger sterftecijfer. En na de eerste lockdown in maart werd geconcludeerd dat het nut van het sluiten van scholen ontbreekt en zelfs schadelijk is voor kinderen. En de gevolgen van een lockdown zijn niet alleen een leerachterstand, maar ook angst, depressie, obesitas, eenzaamheid, slaapproblemen, kindermishandeling en zelfs soms zelfmoord. Worden deze neveneffecten meegewogen? En moeten we niet gewoon concluderen dat het onredelijk is om volstrekt gezonde jongeren op te sluiten, terwijl we nu weten dat dit geen effect op het virus heeft en het virus niet op hen? En uit onderzoek is inmiddels gebleken dat kinderen niet bevattelijker zijn voor de Britse mutatie. Voorzitter, vorige week gaf de minister van VWS aan dat we voorlopig niet met de coronamaatregelen kunnen stoppen, ondanks het vaccin. Omdat iemand die gevaccineerd is weliswaar minder ziek wordt, maar nog steeds besmettelijk kan zijn en het virus kan overbrengen. Gezien het feit dat mensen onder de 65 jaar zonder medische indicatie nauwelijks last hebben van het virus, zou het dan niet verstandig zijn om alleen ouderen en kwetsbaren te vaccineren? En voorzitter, de sociale druk onder medewerkers van zorginstellingen om je te laten vaccineren wordt opgevoerd, zodat er feitelijk sprake is van een verkapte vaccinatieplicht. Wat gaat de minister hier aan doen? Voorzitter, we houden 17,4 miljoen mensen in gevangenschap om een klein aantal mensen te beschermen. En natuurlijk moeten we deze kwetsbare groep beschermen. Maar daarvoor zijn voldoende andere oplossingen die niet schadelijk zijn voor de samenleving. Want leven is meer dan alleen niet doodgaan. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel.